Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Dit is de eerste uitzending van het nieuwe jaar. Alle vrijwilligers van Omroep Drimmelen wensen u een veilig, mooi en hoopvol nieuw jaar toe. Onlangs streden de 9 beste voorleeskampioenen uit de groepen 7 en 8 van de basisscholen in de gemeente Drimmelen tegen elkaar in het Dongemond College in Made. Onder toeziend oog van de juryleden wethouder Jurgen Vissers, Sandra van Assen, docent Dongemond College en Diana van Gorp van Take 5 lieten de leerlingen allemaal een verpletterende indruk achter met hun voorleeskunsten. Maar uiteindelijk kon er maar één de winnaar zijn. Burgemeester Boy Scholtsen overhandigde Neva Pons de oorkonde en de beker. En dankzij deze prestatie gaat Neva door naar de provinciale halve finale in Goorlen op zaterdag 2 maart. In onze uitzending ziet u een verslag van deze wedstrijd. De jaarwisseling zou eigenlijk voor iedereen een feest moeten zijn geweest, geeft Pije de Meij, landelijk coördinator jaarwisseling bij de politie, aan. Helaas werden op verschillende plaatsen mensen die feest wilden vieren bekogeld met vuurwerk. Ook woningen en auto's zijn doelgericht geraakt. Bij ingrijpen kregen veel politiemensen en andere hulpverleners te maken met agressie en geweld. In de aanloop naar de jaarwisseling is geïnvesteerd in contact met sleutelfiguren uit wijken, zoals buurtvaders en moeders en jongerenwerkers. Zij hielden een extra oogje in het zeil en voerden gesprekken met buurtbewoners. Hierdoor werden met oud en nieuw meerdere strafbare feiten, zoals brandstichtingen, voorkomen of lukte het hen om de rust weer terug te brengen in de wijk. De politie zag in veel wijken dat het gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid heeft geholpen. Het is niet voor het eerst dat de politie op deze manier met hen samenwerkt. Het heeft in toenemende mate positief effect. De politie spreekt zijn dank uit aan iedereen die zich rond deze jaarwisseling hard heeft gemaakt voor de buurt. Hebt u ook een brief van de Belastingdienst ontvangen over de toeslagen? Controleer dan goed of alles klopt. Als er iets gewijzigd is in het inkomen, dan heeft dit vaak effect op de hoogte van de toeslagen. Terugbetalen is altijd vervelend en om dit te voorkomen kunt u misschien wat extra hulp gebruiken. De belastingvrijwilligers van SWO en KBO staan voor u klaar. Aanmelden kan via info@swodrimmelen.nl of bel met 0162 451 894. Uiteraard staan ze ook klaar voor andere belastingvragen. Bij de omzetting naar de andere afvalinzamelaar en ophaalroutes zijn niet alle adressen goed verwerkt in de afval-app. Je kunt daarom de website van de gemeente raadplegen voor de nieuwe inzameldagen op jouw adres. Het eerste jaar van buurtgezinnen zit erop en het was een succes. Dit laagdrempelige initiatief ging in september 2022 van start als tweejarige pilot in de gemeente Drimmelen en Geertruidenberg. Als de pilot succesvol is afgerond, zal buurtgezinnen permanent worden voortgezet. Bij buurtgezinnen worden vraaggezinnen die wat extra steun kunnen gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen gekoppeld aan warme en stabiele steungezinnen in de buurt. Op deze manier krijgen de kinderen extra liefde en aandacht, terwijl de ouders even kunnen ontspannen. Het afgelopen jaar hebben maar liefst 23 vraaggezinnen en 24 steungezinnen zich aangemeld. Hieruit zijn 10 koppels gevormd. Hoewel dit iets lager is dan het doel van 15 koppelingen, kunnen we concluderen dat er succesvolle matches zijn gemaakt in de gemeente, zo vertelt wethouder Jurgen Vissers. Einde zomer zagen we de aanmeldingen voor vraag- en steungezinnen toenemen. We
We hopen dat deze trend zich voortzet, zodat er ook komend jaar mooie koppels gevormd kunnen worden. Wist je dat er veel tocht uit plafondspotjes kan komen? Wanneer je tocht ervaart in de keuken, de terugslagklep van de afzuigkap een mogelijke boosdoener is? Jouw woning kent waarschijnlijk lekken waar je het niet verwacht. De lekcheckers van de gemeente Drimmelen staan klaar om jouw hele woning te onderzoeken op kieren en tocht. Met een speciaal blower doorapparaat simuleren deze vrijwilligers windkracht 5. Hierdoor kun je zelf ervaren waar de tocht zich verstopt. Na het onderzoek ontvang je een advies over hoe je eenvoudig zelf de kieren en naden dichtmaakt. Ontdek waar de tocht vandaan komt en maak jouw woning comfortabel voor de winter. Je bespaart meteen op je energiegebruik. Aanmelden kan via lekcheck@drimmelen.nl en het is gratis. Na 13,5 jaar vol toewijding en passie voor de lokale politiek nam Hanneke de Bruyne Quirijnen afscheid. Ze stopt als fractievoorzitter en raadslid voor PvdA Drimmelen in de gemeente Drimmelen. Zelf zegt ze daar onder meer over: het raadlidmaatschap heeft me altijd heel veel energie gegeven. Maar de laatste tijd merk ik dat het ook wel eens energie kost. Nu is het tijd voor iets anders voor Hanneke. Wat ze met die tijd gaat doen? Ze heeft nog geen idee, maar ze heeft wel een bootje gekocht om in de biesbos te gaan varen. Het wordt vast een omschakeling voor Hanneke. Raadslid zijn voor de gemeente Drimmelen was een deel van haar identiteit. Maar er gaan vast mooie dingen voor in de plaats komen, want het is nog lang geen tijd om achter de geraniums te gaan zitten. In week 2, dus van 8 tot en met 12 januari, kunt u de kerstboom samen met het PMD, het plastic afval, buiten zetten. Dit staat niet goed in de afvalkalender. De kerstbomen worden opgehaald door een aparte inzamelwagen. De bomen moeten vrij zijn van versieringen en potten. Drimmelen viert nieuwjaar op zaterdagochtend 13 januari tussen 9 uur en 12 uur in het gemeentehuis Park 1 in Manen. Er is een nieuwjaarsbijeenkomst en een nieuwjaarsmarkt voor alle inwoners, verenigingen en clubs. De traditionele nieuwjaarsreceptie wordt in een nieuw jasje gestoken. De gemeente luidt het nieuwe jaar in met een bruisende markt in het gemeentehuis. Om 10 uur is het moment van proosten samen met de burgemeester, die dan ook een nieuwjaarstoespraak houdt. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op maandag en dinsdag om 10:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!